Goedemorgen allemaal. Het is zondagochtend. Heel erg vroeg. Mijn naam is Fidioot. En ik ben een die-hard fan. Van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Ik ben bezig aan pielen met YouTube op een gegeven moment, omdat het gratis is. En ik wist niet zo goed wat ik ermee zou gaan doen met YouTube. Want echt video editing en zo, man, het lijkt me nou niet echt nodig. Dus ik neem zo af en toe wat video's op en die lijken een tijdje online te staan. En na een tijdje gooi ik ze dan weer weg. Vandaag wordt een wat meer droevige video, maar met een goed einde. En een wat meer persoonlijke video. Ik ben een clean freak. En er staat hierbij wat dat betekent. Wat is een clean freak? Er staat hier, someone who has to constantly clean. Someone who obsessively cleans. Nou, obsessive. Ja, dat geloof ik daarmee niet. Ik hou ervan als alles schoon is. Ik kan niet tegen rommel. En daarom ga ik dan schoonmaken. Staat hier, is being a clean freak a disorder? When obsessive or compulsive preferences are interrupted. Je kunt niet schoonmaken. Dan word je heel verdrietig. It might annoy a person, but not cause them extreme unyielding anxiety. As is seen with OCD. The main difference between neat freaks and people with OCD is that neat freaks like being neat. OCD is based on fear. Ja, dus okay, dus dan ben ik een clean freak. Ik kan niet tegen viezigheid. En ik kan niet tegen rommel. Dat is een hele leuke reclame die ik een tijdje geleden tegenkwam. Ik heb dit spul ook geprobeerd. Moet je kijken. Like crack voor clean freaks. En dit spul dat heet Thieves. En dat heb ik inderdaad een keer gehaald. Maar ik was er niet zo van onder de indruk. Het rook gewoon niet zo lekker. Ik vind, schoonmaakmiddelen moeten echt heel lekker ruiken, vind ik. En als ik druk aan het schoonmaken ben, natuurlijk, met een soppie en een doekie en een sponsie en een lappie en een plumo. Dat vind ik allemaal prachtig. Maar wat ik verderweg het allerleukste vind, is stofzuigen. Als jij huisdieren hebt, zeg even katten en een hond, of honden en een kat, of alleen honden of alleen katten, en kinderen, zoals burgemeester Halsema, die heeft honden en 2 tieners, dan wordt jouw huis een bende. En waar ik heel slecht tegen kan, is als ik dan naar de grond kijk en ik zie daar kattenharen of krummels op de grond. Daar kan ik gewoon niet tegen. Ik loop ook graag op mijn blote voeten rond. Dan moet er gestofzogen worden. En ik heb een paar hele zware jaren achter de rug. Je zou zelfs kunnen spreken van 7 magere jaren. Want al mijn stofzuigers zijn jammerlijk overleden. Ik verzin dit niet. Ik heb slechts een kleine gangkast. Dus ik heb mij de laatste paar jaren gericht op dit soort stofzuigers. Dat soort steelstofzuigers. En daar heb je inmiddels 100.000 verschillende modellen van. En ik heb 3 verschillende merken heb ik geprobeerd. Ik heb de Dirt Devil heb ik geprobeerd. Deze modellen, die vallen allemaal mee. Die Dirt Devils, die zijn goedkoop. Je ziet hier zelfs staan 6 tientjes, 4 tientjes. Zo eentje heb ik gehad.
Gewoon van de blokken. Ik had ook een steelstofzuiger van Daredevil. Kijk of die nog tussen staat. Zoiets had ik. Maar dan in het rood, in het knalrood, had ik een prachtig mooi ding. Maar ja, die overleed helaas. Hij brandde gewoon helemaal door. Het was een afschuwelijke dag. Ik herinner me alsof het de dag van gisteren is. En toen deed hij ineens niets meer. Zoiets was de mijne. De Daredevil. Hij was 2-1. Een fantastisch leuk ding. Maar helaas, hij hield het niet vol. En toen dacht ik, nou ja, ik had hem wel ongeveer een jaar bijna gehad. En toen ben ik naar gewone Daredevil stofzuigers gegaan. Ja, die vond ik heel vervelend schoonmaken eigenlijk. Ik vond ze echt heel vervelend schoonmaken. Die filters en die rotzooi die er allemaal bij zat. Dus die werd viezer en viezer en viezer en viezer. Dit waren stofzuigers zonder stofzuigzak. Want stofzuigerszakken loskopen, dat leek me helemaal rampzalig. Ik wil gewoon stofzuigen. Ik heb geen zin om allemaal naar speciale winkels te moeten. Om ervoor te zorgen dat ik kan stofzuigen. Dus deze, die werd gewoon viezer en viezer en viezer. En die brandde ook op een gegeven moment door. Toen dacht ik, oké, nou nu ben ik klaar met Daredevil. En toen ben ik naar dit soort modellen gegaan. AEG stofzuigers. Ik heb rood, grijs en zwart gehad. En helaas, geen van die stofzuigers heeft het gered in de afgelopen 7 jaar. Zijn er letterlijk 7 stofzuigers overleden. Daredevil, gewoon model Estel stofzuiger. Een hele rits van die AEG-stofzuigers. En die zijn best prijzig. Die beginnen vanaf 100 zoveel euro. 100 en een beetje. Maar zoals je ziet, je hebt ze ook echt van 200 euro. Allemaal zakloos. En allemaal overleden. En allemaal binnen een jaar. Nou geef ik volmondig toe, ik ben vaak aan het stofzuigen. Maar ja, vreselijk droevig. En met al die stofzuigers had ik een hele goede band natuurlijk. Omdat die apparaten gewoon heel vaak gebruikt werden. Meermaals per dag. Ik wil vroeg wakker. Maar mijn buren natuurlijk niet. Ja, je kan niet om 4 uur 's morgens, 5 uur 's morgens, 6 uur 's morgens. Dat is allemaal tijden. Dan kun je gewoon niet stofzuigen. Dat is echt vreselijk. Maar laten we even zeggen vanaf 8 uur, zo'n beetje, vanaf 8 uur tot 's avonds. En 's avonds niet te laat, ik ga niet laat naar bed, maar gewoon, ja, het laatste wat ik doe is nog even lekker stofzuigen. Zodat ik de volgende ochtend niet met rommel geconfronteerd word. Maar die AEG dingen, die gingen dus ook allemaal dood. Het was vreselijk. Och, ik heb zo gehuild. En dan was dit mijn nieuwste vriendin. Ik had er, even kijken, deze had ik. De VC5. En dit is een fantastisch stofzuiger, vond ik dit. Deze is van Kärcher, is hij. En die kun je inklappen en weet ik van wat. Hier zie je hem ingeklapt. Kijk. Een prachtig mooi ding. Probleem alleen wat deze had, en ik weet niet of we dat ergens op een plaatje kunnen zien, is de zuigmond zelf van dit apparaat. Kijk, kunnen we hier wel zien. Hier dan, dit stukje, dit kleine stukje hier. Dat is gemaakt van een soort bewegend rubber. Want je moet kunnen inklappen en heen en weer klappen. Dus dit is, maar dat scheurt. Dat scheurt open. Iedere keer als jij dat ding in en uit klapt, wordt dat zwakker. Dus dat scheurt dan open. En dan kun je dus iedere keer een nieuwe zuigmond kopen. En die zuigmond, die is 35 euro. Daar word je niet vrolijk van. Daar word je niet vrolijk van. Dus deze overleed dan niet meteen. Maar zijn zuigmond overleed. Hij had meteen zuigproblemen. En op het moment dat er ook maar een klein gaatje in dat stukje zit. Ja, dan kun jij zuigen tot je blauw bent in je gezicht. Er komt gewoon allemaal los stof uit. Dat is echt afschuwelijk.
ja, nieuwe zuigmond bestellen, zelfs als je het online doet. Daar ben je wel een paar dagen op aan het wachten. En die stofzuiger die wordt ondertussen natuurlijk steeds duurder. Qua schoonmaken vond ik deze heel goed. Het tweede probleem wat deze heeft is de draad. De draad moet je handmatig eromheen wikkelen. Kijken of we dat op een plaatje kunnen zien. Dat doe je hier zo aan de achterkant. Hier zitten twee klemmetjes op. En dan rol je die draad omheen. Maar die draad die wil helemaal niet opgerold worden. Dus die draad die gaat door de maanden heen. Meer en meer en meer in de knoop geraken. En wat je dan moet doen is, dan moet je die enorme lange draad dus met de stekker aan het uiteinde loslaten, zodat die zichzelf onthusselt. En ik verzin dit echt niet. Echt vanaf het balkon die hele draad naar beneden en dan dat ding eindeloos laten spinnen en draaien, zodat je hem weer normaal kunt oprollen. Dus het is een vreselijk leuk ding. Makkelijk schoon te houden, maar toch wel een groot aantal bezwaren en uiteindelijk ook deze. Jammerlijk overleden. Hij viel niet meer te redden. Ik heb ernaast staan huilen. Ik heb er echt naast staan huilen. Toen heb ik snel zo'n tijdelijke stofzuiger gekocht. Zo'n goedkope ding wat je in je handen kan houden. Maar dat was ook zo'n steel stofzuiger. Was dat. Zeg maar zo'n soort model. Deze is dan van Philips. Dus die zal gewoon veel geld kosten. Maar zo'n ding, zo'n heel klein licht dingetje. En die heb ik toegekocht voor 3 tientjes of zo. Dit zou hem zijn. Volgens mij is dit hem. Deze ik ga. Dit was een nachtmerrie. Dus absoluut een nachtmerrie. Ten eerste maakt het veel meer lawaai dan ik dacht. En ten tweede is het reservoir zo klein dat je echt dagelijks dat reservoir moet leeggooien. En het reservoir zorgt ervoor dat die zuigslang verstopt raakt. Nou, dan zijn de buizen van deze. De mijne was nog goedkoper dan €44. Die buizen van deze die zijn van zulk waardeloos plastic. Dat als de kat erop springt, dan zitten er al barsten in. Dus binnen een paar weken hing dit ding met allerlei duct tape bij elkaar. Stofzuiger deed hij wel goed. Maar je kon de kracht, de zuigkracht, kon je nergens instellen. Ja, ik heb zeil los liggen. Dat zoog ik zo los van de grond. En ik was er niet echt happy mee. Het was een tijdelijke, was het ook. Zodat ik gewoon kon blijven stofzuigen. Zodat ik gewoon mijn dosis aan stofzuigen en schoonmaken binnen kan krijgen. Maar het was van tevoren wel duidelijk dat hij het niet lang zou redden. En uiteindelijk blies ook deze zichzelf op. Toen ik niet zou huilen. Ik was blij dat ik van het ding af was. En vorige week, of dat is eigenlijk nog deze week, hè, want het is zondag, heb ik dan mijn nieuwe stofzuiger binnengekregen. En deze die heeft het precies gered tot de nieuwe stofzuiger binnenkwam. En dit keer ben ik wat anders gaan doen. Kijk toch eens even. Leuk, hè? Ik wist dus helemaal niet dat dit bestond. Maar goed, dit merk, dat heet Numatic. Het is een Brits merk. Dat AEG en dat Kerger, dat is Duits. En Dirt Devil is volgens mij Amerikaans. Kijk hier, deze mensen. Die hebben vreselijk veel zin. Dit leuke stel. Die zijn heerlijk, weet je wel, aan het verven en schilderen. En gaan daarna met deze Numatic James. Zo heet hij ook echt, James. Gaan ze met hem schoonmaken. Dit is gewoon een normale stofzuiger, dus geen steelstofzuiger. Je hebt ze in allerlei prijskategorieën. Ik was voor de mijne in de aanbieding ietsje meer dan €100 kwijt. Dan krijg je er 2 zakken bij en een hele hoop onderdelen. Ik vind dit een fantastisch leuk ding. Hij is stil, niet geruisloos, maar hij is wel stil. Dus hier kun je om 7:30 gewoon mee stofzuigen. Daar heb je buren geen last van. Hij kan vreselijk hard zuigen. Maar dat kun je gewoon reguleren, weet je wel, met zo'n knopje op die stang, dat er lucht bij komt. Dat vind ik het prettigste, dat handmatig regelen. Hij heeft een 8 liter zak. Die hepa huppelde pup is. Dus er komt echt helemaal niks uit.
En ja, 8 liter. Zelfs als je 8 liter, zelfs als je veel stof zuigt, zo'n 8 liter zak hoef je niet zo vaak te verwisselen. Ik vind het wel heel jammer dat mijn Numatic geen geel koord heeft. Want ze blijken er dus ook te zijn, zie je, met een geel koord. Dat had ik nog leuker gevonden. Maar ik heb dus deze James, heb ik, met een zwart koord. En dan krijg je deze onderdelen bij. Die buizen die wegen niks. Die slang is een stuk steviger dan wat ik tot nu toe heb gehad. En dan dat prima zuigstuk. Hier kun je ze binnenkant zien. Kijk. Dus dit is je zak. Dit is je filter. En dit erbovenop. Hartstikke handig. Vreselijk leuk ding. En stil. Ik ben hem nu weken aan het gebruiken. En ik kan nu al met enige zekerheid zeggen, dit is de beste stofzuiger die ik ooit heb gehad. Ik heb niet een heel groot huis, maar hij is niet zwaar om te tillen. Hij rijdt soepel met die wieltjes. En omdat hij zo'n leuk kopje hebt, het is een hele rare gewaarwording, zo'n stofzuiger die voortdurend glimlachend naar je aan het kijken is. Dan krijg ik nog meer zin om te stofzuigen. Nog meer zin. Anyway, deze Numatic James, ja, ik laat hem gewoon in de huiskamer staan. Ik stop hem niet in de gangkast. Sterker nog, dat vind ik zelfs een beetje zielig voor hem. Helemaal in zijn eentje in het donker in die gangkast. Ik vind het wel leuk om hem zo'n beetje gewoon in de hoek van de kamer te hebben staan. En het is geestig dat hij je zo'n beetje aankijkt. Je hebt allerlei Numatic stofzuigers, ook hele dure Numatic stofzuigers. Kun je de andere modellen zien? Ze hebben allemaal zo'n leuk gezichtje. Kijk, dit zijn de duurdere modellen. Die hebben zo'n helmpje op. En onder dat helmpje kun je dan alle onderdelen. Hier zie je ze allemaal bij elkaar. Hop. In één keer. Ze hebben de Henry, de Hattie. En dit zijn dan de duurdere. Dit is de oude James. James was vroeger helemaal geel. Ik had heel graag een gele James gewild. Maar waarschijnlijk vanwege Kerger. Dat veel mensen zeggen: weet je, Kerger, al die stofzuigers zijn geel, geel, geel. Dus het lijkt erop alsof die mensen van Numatic dachten: alles behalve geel. Maar leuk, hè? Vreselijk leuk ding. Dit is het instapmodel. Dit is volgens mij het goedkoopste model. De Numatic James Basic. En hij is nu in de aanbieding. Je bent ongeveer 111, 107, 112 euro kwijt. En het is leuk met dat koppie en dat neusje. Nou ja, ik vind dit de beste stofzuiger die ik ooit heb gehad. Gaat hij het redden? Ja, weet ik niet. Ik gebruik hem een paar keer per dag. In het begin doen ze het natuurlijk altijd prima. Ik hoop dat hij het gewoon vol weet te houden. Goed schoon houden. En hopen dat hij goed schoon te maken valt. Hopen dat dat filter niet helemaal vies wordt, et cetera. Weet ik niet, ik zou, weet ik niet, over een paar maanden een update doen. Weet je wel, aan de trouwe kijkers van dit kanaal uitleggen hoe het met James gaat. En dat brengt mij dan terug bij burgemeester Halsema. Wie zou er schoonmaken in dat gezin? Het lijkt mij namelijk heel, heel, heel stug dat de burgemeester dat doet. Die vrouw die heeft een afschuwelijk slopende baan met belachelijk lange uren. Had ze vroeger ook al natuurlijk als parlementariër en lijsttrekker van GroenLinks. Dus het lijkt mij heel stug dat als jij na een dag werken van 12 uur thuis komt, dat je denkt: oh, ik ga lekker stofzuigen en boenen. Dus nee, ik denk dat haar partner meer huishoudelijke taken doet. En dat hij het schoonmaakwerk doet. En ik denk dat die kinderen van haar gewoon klusjes krijgen om te helpen in het huishouden. Want die zijn alle twee 15.
en je hebt twee werkende ouders die buiten de deur werken, ja, dan krijg je klusjes. Dat kreeg ik vroeger ook. En ja, ik weet het niet. Ik bedoel, Robert Oei met een James. En zij hebben veel meer te besteden dan wij. Ze kunnen ook zo'n dure nemen. Zo'n Henry. Of een Hattie. Weet je, als je wat meer feministisch bent ingesteld. Dit is de Hattie. Kijk, die is roze. Met dat leuke bloemetje erbij. Dat groene bloemetje betekent dat ze eco zijn. Mijn James, kijk, die heeft geen groen bloemetje. Die is niet eco. Wat raar is, want hij is de allerlaagste energieklasse die er is. En de hoogste stofvrij klasse. Dus misschien dat ze gewoon gestopt zijn met dat bloemetje. Maar goed, GroenLinks, Robert Oei, weet je, hij zou een Hattie kunnen kopen met zo'n leuk bloemetje. Kijk, Hattie heeft ook wenkbrauwtjes. Zie je dat? Wimpers, sorry, heet dat. Echt mooie wimpers. Maar goed, dit is de Numatic James Basic. En dit is op dit moment de beste stofzuiger die ik ooit heb gehad. Ik ga heel zuinig op James doen. Maar ja, hij wordt wel veel gebruikt. Dus laten we hopen dat hij het volhoudt. Want ik kan gewoon niet nog een stofzuiger gaan begraven. Ik heb er 7 begraven. En het is een slopend proces. Het rouwproces is relatief kort, omdat je natuurlijk meteen een vervanger hebt. Maar voordat je helemaal gewend bent aan je vervanger, ik ben ook nog steeds aan het wennen aan de James. Ik mis hem wel, mijn kerker. Weet je, het vormt toch wat littekenweefsel. Ik blijf er toch langer mee zitten dan ik graag zou willen. Wat voor stofzuiger heeft de familie Halsema? Dat wil ik ook graag weten. Dat soort dingen vind ik belangrijk als fan. We zouden gewoon een keer namens dit kanaal een hele lijst met afschuwelijk domme vragen, met doodgewone vragen af moeten vuren op de woordvoerders van de burgemeester. Zo van, wie doet het stofzuigen? Wat voor stofzuiger hebben jullie? En meer van dat soort vragen. Dat lijkt mij een leuk idee. Nou, dank jullie wel voor jullie tijd. Het is hier koud en belachelijk vroeg. Ik kan nog lang niet stofzuigen, dus ik ga rustig aan beginnen met wat koffie. Tot de volgende keer.